Ja, was die liefhebber. Heb ik toch wel kut. Oh, dat was ik van plan. Ik ga lekker door met de cooldown. Dat de cooldown wel lekker wapen is gewoon. Ik vind grip. Zonder ring. Dan maar gewoon minder 1. Quick draw. Zo. Hallo allemaal. En ik ga gewoon met Flag Jacket spelen. Ik ga gewoon een normale game mode spelen. Laat ik gewoon eens Team Deathmatch doen. Lekker kort potje. Lekker korte aflevering. Ik heb Team Deathmatch nog niet gedaan. Team Deathmatch geloof ik tenminste. Uit mijn hoofd. Team op Redwood. Dat is echt kut. Dat is Pikachu. Pikachu 2014-12. Hoe oud zou die spelen dan zijn? Hè? Drie is de duidelijk. Die is mij uit 2000. Help ik. I help ik. Je moet je voorstellen dat het meest Nederlands zijn. Ik heb begonnen. Belg. Dries in Belg. Al Pikachu. Ja, nou. Jezus. Of ze hebben slechte scores of ze hebben een naam verkleuterd. Pikachu. Dat is toch gewoon. Hoe oud ben je dan? Als je Pikachu als gamer tegen gaat nemen. Come on, man. Pokémon crap. Jezus. Huh? Oh, hij sprong lang elkaar. Hoe krijg je dat aan elkaar? Dat is wel een goede aim. Dan komt er maar grippie. Ik vind de Kuda gewoon. Omdat het gewoon een naturel wapen is. Een van de lekkerste wapens, vind ik persoonlijk. Hier hielp een Quick Draw allemaal heel erg trouwens. Dan weet je dat Quick Draw. Je echt wel ook heel erg helpt. Dat ik zeg maar dat je ook gewoon. Ik heb zelf een Redwood Team Deathmatch. Dat is echt saai, zo jongens. Zo'n tyfe slecht natuurlijk. Dat wel weer. Zit toch hier binnen, maar ja, als ik naar binnen ga. Vraag het maar in. Oeh! Stop dan met schieten, dat is maar zo. Jesus! Is toch hier een te campen? Nee. Dat slaat. Dat zeg ik wel. Ze moeten wel echt toughness of focus. Hè? Een van de twee. Het is eigenlijk zo. Terugbrengen in de game. Want dit slaat natuurlijk werkelijk waar helemaal nergens op. Omdat ik geen toughness heb. Ik schiet gewoon eerder. Dan schiet ik niet door hem heen. Oh. Let wel. Even raar kijken. Sponnen ze nou. Want links is helemaal aan de andere kant. Nou ja. Het is wel leuk. Je van alleen de Red Hood krijgen. Maar dat is natuurlijk een verschrikkelijke map. Veel te grote map. Maar ook echt veel te. Ik moet headshots maken, Paul. Ik concentreer me niet op een schoot, ik schiet gewoon meteen als ik een kill zie, dat je gewoon gewend bent zo te spelen. Ik moet voor headshots gaan, voor de camo's. Dat wordt een hele lange serie. Weer een serie. Ja, die ging voor de headshot, maar ik kon niet stoppen schieten, dat was zo de dood. Man, ging zo falend dit, jezus. Staat die daar echt? Wat? Ik zag hem echt niet! Wat? Ik zag hem echt niet! Friendly UAV inbound. Stond hij helemaal gecamoufleerd? Ik zag ook niet op de radar. Misschien ook wat gemist op de radar, kan natuurlijk ook. Nee, bullshit. Bullshit. Ja, natuurlijk kan ik wel een Paul, wat zijn vis? Paul, je moet wel beseffen dat je met een SMG speelt, hè? Nederlander weer baller, ja. Die denkt echt dat hij. Godverdomme, die kan het merk niet eens betalen, man, oetlul. We betalen papsie en mamsie, dan ga je toen nog een merk met je ouders voor je kopen. Wat stukjes toe, man. Baller. Wat? Het slaat gewoon echt nergens op. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen volgen, maar ik slaat het helemaal nergens op dit. Elk duel wat ik verlies, gaat echt nergens over. Wat sloeg dat op? Ah, geef dan een headshot, Paul. Oh, nul headshots nog. Hey Pikachu! Hoe staat Pikachu eigenlijk? 6-6, die zoals nou introducer was, hè? Doe je niet best, jongen. Doe je wel iets. Dan wel 18. Hé, hey, Pikachu! Ga eens kijken, hè? In the mind of a Yara. We gaan eens kijken wat hij allemaal doet. Crazy kill of stier. Oh, ik ben een stier. Nou, hielp ik alleen maar een kill. Fuck. Nou, ze zitten te campen. Baller, Koenen, weer een Nederlander. Jullie zijn echt een stadje retards in de Nederlanders, echt waar. Nu weet ik wel waarom ik nooit Team Deathmatch speel. Ik ga er helemaal neer zo. Wat zijn we er eigenlijk aan het doen met z'n allen? Oh. Nou, ik heb geen headshot, ik moet eens even fighten.
Tering, hè, wat is dit saai. Geen paal. Zijn rug naar me toe, hè. Dan geef ik nog een headshot. Ja. Ga ik toch nooit even maken. Nog niet, geen headshot. Ik ga er een takje op zetten, maar dat vind ik niet lekker spelen. Oh, dit is het wapen, zo. Koedas. Is dit campy boven? Ja, natuurlijk zeker. Het is Call of Duty dus. Zeker weten we wel het campy. Nee, hij zit daar te wachten. Yep. Cornelis, je bent een Nederlander! En je stinkt uit je waffel! Goh, pleuriskind! Ja, Team Deathmatch gaat echt nergens zelf, hè? Yes! Team Deathmatch. Dat was net zo. Kijk, dat bedoel ik. Kijk nou waar die zit weer, die gozer. 12-6. Bizarre nacht kwit. En onderaan 8-7. Ik kom er toch later in, jongens. Hoe kan het dan niet? Nou, ik zeg wel, altijd in één potje bel gejoind, maar ik ben ook klaar mee. Morgen weer een aflevering. Redwood. Ik wou gewoon even ook kunnen zien. 10 deathmatch. 12 kills heb ik. Nou, ik ben erin gekomen natuurlijk later, maar... Wat doet iedereen nou eigenlijk? Ik word nog derde ook, trouwens. De tegenstander, Cornelis, 4-11. Die zit daar een beetje zo te wachten. Rotterdam, Pepper ook. Nou, Feyenoord zal niet trots op jullie zijn, jongens. Zo moet je niet spelen natuurlijk, hè. Dan trek je geen volk uit mee, hoor, met jullie spelletje. Jezus, mina, te veel kiddo's. En het is weer, je denkt dat ik over zeur, maar het is gewoon probleem dat ze allemaal zo klein zijn geworden, de golfspelers. Ze worden vroeger gewoon met kort ook gewoon, toen was ik 28, zoiets, 28 of zo, ja, zoiets. En het waren gewoon de spelers ook gewoon ouder. Gewoon, ik was al de oudste, vaak met de visie in de groep. Maar echt heel veel gasten van 24, 25 die gewoon tegenkwamen. Die kende je niet en die leerde je kennen online, dat ik ze tegenkwam. En dan was het echt raar als iemand een keer 14 was. 14, je bent een jong man, of 13. En nu is het gewoon, ja, nu ben je, van 14 jaar ben je al oud bijna. Maar ja, die zijn allemaal slecht. Kids, leer gamen. Kijk naar Jan's video's hoe hij speelt. Kijk naar mijn bij wijze van spreken, hoe je moet rushen. Bij hem kijk je tactisch naar hoe je goede scores kan krijgen. En hoe je gewoon echt ook goed bent. Toen hij is ook nog jong. En dan leer je misschien nog wat ooit een keer. Kijk bij Giel voor tipvideo's, want jullie zijn allemaal pleurs slecht. Ik schaam me voor jullie. En die gaan ze natuurlijk joinen. Dat is me net tegen ze komen, Nederlanders. En dan gaat hij nu snel een King Clan maken. Nou, thanks for watching. Like this shit, bitch. Bye.